Ik ben op weg naar Nolos, een dorpje op de Filipijnen. Op 8 november vorig jaar voltrok zich daar een ramp. De Filipijnen worden getroffen door de dodelijkste en zwaarste tyfoon ooit. Er zijn ruim 6000 doden en minstens 14 miljoen mensen worden slachtoffer. De verwoesting is enorm en mensen raken in één keer alles kwijt. Nu, 6 maanden later, is de ramp nog steeds zichtbaar. Overal zie je ingestorte huizen en palmbomen die kapotgewaaid zijn. De kracht van deze tyfoon is niet voor te stellen. Ik heb afgesproken met Janet. Zij beviel kort voor de tyfoon van een tweeling, 2 meisjes. Tijdens de storm stortte haar huis in en moest ze met haar baby's vluchten naar een veilige plek. Good morning, you two. My name is Gordon. So is Gordon and so afraid. In alle haast stopt ze de kleintjes in deze tas. My baby is important. Must have been awful. I'm so sorry. It's okay. But you survived. And your children too? Thank God. When did you decide to go out of the house? Morning that was transfer the other house. Then nato kami CR. Toko ko stay 1 week. Met CR bedoelt Janet een comfort room. Dat is een toilet. En veel toiletten bleken stevig genoeg om het natuurgeweld te doorstaan. Janet neemt me mee naar zo'n toilet. You stayed in one of those. Oh, yeah. With how many people? 30. 30 people. 30 people in one room, in this room. In this room. Then I sit here. With your babies. With babies. I try to breastfeed. In this room. Yeah, in this room. But the important is the baby is alive. Yes. Door te schuilen in een toiletruimte heeft Janet de storm met haar meisjes overleefd. Net als vele duizenden anderen. CoreDate Mensen in Nood bouwt nieuwe, stevige huizen. En ieder huis wordt voorzien van zo'n veilig toilet. Dat gaat bij een volgende ramp levens redden.